In Camping Poont neem ik 6 arme gezinnen mee op vakantie. Werklozen met schulden, mensen met een uitkering. Ze zijn vergeten hoe het is om hun eigen boontjes te doppen. Klagen en je hand ophouden hoort er vanaf nu niet meer bij. Dat het niet alleen maar wijntjes drinken en loltrappen wordt onder de Franse zon, dat mogen duidelijk zijn. Aan het werk! Na het vertrek van Mark heeft Iris geen oog dicht gedaan. Het heeft een diepe indruk gemaakt op alle campinggasten. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Mark, die is weg. Ik zag die kleine zo papa, ja, echt, niet weggaan. Ja? Het heeft mijn hart gebroken, jongen. Echt, is niet normaal. Ik kan daar niet tegen. Hoe gaat het nu verder als jij straks thuis komt? Is er nog een kans dat het goed komt tussen jullie? Ja, goed komt. Het is eigenlijk nooit goed geweest. Dus, ja. Maar dat het dan goed wordt? Ooit? Met heel veel geduld misschien. Maar ik weet niet of ik dat heb. En mis je hem wel nu? Ja, ik had wel zwaar vanmorgen. Ja? Ja. Dat hij weg was? Ja. Nou, sterkte ermee. Ja, dankjewel. Nog maar 2 dagen en dan moet het huis er toch echt staan. De handen moeten dus nog even flink uit de mouwen. Geen woorden, maar daden. Ik ben erin. Tegelijkertijd, hè? Jij naar beneden. Top. Ja. Hij zit hier te ver naar buiten. Erin. Nee, scheef. Die komt hij moet omhoog. Weer bij hier. Ja. Ja, volgende raam. Emiel, regel jij de koffie? Melk en suiker van mij, Emiel. Het gaat heel goed met delegeren. Team. Laatste gaat erop. Okay. De volgende ochtend beginnen mijn gasten met gladgeschoren oren en vol goede moed aan hun laatste klusdag. Goedemorgen. Mijn gasten boeken vooruitgang. Iedereen is deze ochtend op tijd aan het werk om de laatste hand aan het huis te leggen. Jij bent het gedaan. Je bent het zo goed gedaan met elkaar samen. En uiteindelijk is het voor elkaar. We did it. Again. Selma? We did it. Ja, we did it. Zeker weten. Absoluut. Volgens mij is het echt gelukt. Staat het huis er. Ja, het huis is gebouwd, hè? Huis is gebouwd. Hè? Super. Klasse, jongen. Ja, bedankt. Ja, super gedaan. Super gedaan. Jij ook bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Van de ene kant een klote 1,5 week en van de andere kant hebben we zo ontzettend genoten. Ja? Ja, ik vond het echt fijn hier. En heb je er ook iets aan gehad? Ik heb er iets van geleerd en ik weet waar ik nu mee verder moet. En dat is? Met ons samen. En als wij samen goed gaan, dan kunnen we de hele wereld aan. Wij samen? Ja, nee. Oh. Michel ook. Zullen we knuffel doen? Klasse, jongen. Dankjewel, Wendt. Goed gedaan. Ik ben blij dat ik het heb leren kennen, Wendt. Ja? Zeker. Dankjewel. Je bent een mooie vent. Mooi mens. Nou, dat is met UWV zomaar, denk ik. De avond valt en de kelen worden geschraapt. Tijd voor het welbekende muzikale hoogtepunt van Camping Poont. Hij heeft meer gedronken en gesnoven dan jullie allemaal bij elkaar. Hier is Hans van der Tocht. Goedenavond. Oh. Dan moet ik dit heel voorzichtig doen. Ik heb het gered, Rutger. Wat een prachtige aankondiging. Ik vond wel een beetje vals, hoor. Maar ja, je spreekt wel de waarheid. Dus, en daar ben ik voor. Goedenavond allemaal. Wat is het hier gezellig, zeg. Jeetje. Ik zou Robert willen vragen om hier als eerste naar voren te komen. Robert, hartelijk welkom. Robert, ik heb ontzettende bewondering voor jou. Want jij bent hier, toen je hier kwam, gewoon van dag 1 op de volgende dag afgekikt van drank. Ja, dat klopt. Want jij dronk veel, hè?
Ik kon er aardig wat van, ja. Ja, nou, ik ook, zoals je weet, waarschijnlijk. Ja. Maar weet je wat het punt is? Ik heb het dus afgeleerd, de drank. Want ik sta nu al 2 jaar droog in een echte afkeerkliniek. Ik doe het gewoon cold turkey. Gewoon van de een op de andere dag. Gewoon klaar. Gewoon klaar. Geweldig, man. Ik vind het echt een compliment waard. Ik vind het zo sterk van je en zo goed. Hey, moet je horen. Ik ben reuze benieuwd. Jij gaat een nummer zingen van Bon Jovi. Ja, ik heb er nog één verrassing bij, want ik ga dit niet alleen doen natuurlijk. Want Rutger komt mij gewoon mooi assisteren. Geweldig. En je ziet er verdomd aantrekkelijk uit, weet je dat? Met die snor. Ja. Ik zie je wel zitten. Je man is weg, toch? Ja, ik heb liever een vrouw. Oh ja, liever een vrouw. Hier is Emiel. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. We are family. Hier zijn ze, Selma en Farouf. What you try to do to me. Think, let your mind be free. Let yourself be free. Freedom. Oh, freedom. 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 Your freedom right now. Freedom. Freedom. Oh, freedom. Let's do it now. Super, super, super goed gedaan. En omdat wij geen genoeg kunnen krijgen van de moslima die Freedom zingt, doen we hem nog een keer. Nee. Geef mij het gevoel. Voel terug. Ik ga met je mee. Ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel dat ik weer verkocht aan. Ik ga met je mee. De dag van vertrek is aangebroken. Michel en Marion zwijmelen nog even weg bij de vakantiekiekjes. Even de week terugkijken. Beetje emotioneel, iedereen. Maar achteraf gezien
Ondanks het harde werken, het is toch een hele fantastische anderhalf week geweest. Al dat slaan en schoppen wat we doen. Super. Echt super. Dat is een mooie anderhalf week. Hè. Ik had niet willen missen. Adieu, Venise Provençale. En dan is het toch echt tijd voor afscheid. Dag, lieverd. Heel erg bedankt voor alles. Om de drank afblijven? Oh, dat komt nog niet. Gekke grappen. Gekke grappen, hè? Gekke grappen. Doe. Mensen, gegroet. Ik heb me uit de mate vermaakt. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.